Meneer de minister-president, het voeren van een beleid valt of staat uiteraard met de beschikbaarheid van middelen. En op dat vlak knelt het schoentje. Uw regeerakkoord besteedt er zowaar een volledige halve pagina aan. Proficiat. Onder het motto goed bestuur werd door de vorige Vlaamse regering een begrotingstekort nagelaten van 1 miljard euro voor 2009. Voor 2010 loopt dat tekort slechts op, zelfs op tot 2,1 miljard euro. Elk zinnig mens zou in die penibele omstandigheden denken dat het de hoogste tijd is om zo snel mogelijk in te grijpen. Een begrotingsevenwicht in 2010 had dan ook de doelstelling moeten zijn, zoals u ook beloofde in uw oorspronkelijke formateursnota. Daar kon LDD mee instemmen. Helaas heeft u deze doelstelling snel laten varen, bezweek u onder de druk van socialisten en syndicalisten in uw regering. We weten het niet, maar het is in ieder geval niet opportun. Niemand zal ontkennen dat de economische crisis zorgt voor een sterke daling van de inkomsten en hierdoor de begroting onder druk zet. Maar u bent samen met uw coalitiepartners, die ook in uw vorige regering zaten, zelf in belangrijke mate verantwoordelijk voor de zorgwekkende toestelling van uw begroting. De Vlaamse regering kende de laatste jaren een zeer sterke stijging van de middelen. Ik citeer de toenmalige minister van Begroting Dirk van Mechelen in zijn voorwoord tot bespreking van de Vlaamse begroting 2009. Hij had het over een expansieve groei van de beleidsruimte in 2007 en 2008 en overigens ook in 2009. U heeft dit geld lustig rondgestrooid en Vlaanderen zit nu met de gebakken peren. Voor het geval u LDD van vooringenomenheid zou verdenken, citeer ik het rapport van de Sociaal-Economische Raad, de SERF, dat expliciet stelt dat de Vlaamse regering in 2008 en 2009 een veel te expansieve begroting heeft aangehouden. U heeft tijdens de vette jaren het belastinggeld niet zuinig genoeg beheerd en daar betalen we dus nu mee de rekening voor. U heeft beslist om in 2010 slechts 1,6 of 1,7 miljard te besparen. Hierdoor komt er pas in 2011 een evenwicht via eenmalige maatregelen en pas een structureel evenwicht in 2012. Als Vlaanderen zijn daadkracht wil bewijzen, dan moet het echter uitgaan van een begrotingsevenwicht in 2010 en geen jaar later. Dat stelde minister Muiters recent zelf nog, weliswaar met een andere pet op. Uw begrotingsopdracht wordt echter belemmerd door de taboes van uw partij en die van uw coalitiepartners. U laat vele kansen onbenut om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Ik geef u twee voorbeelden. Een grote slok op in uw begroting is de vervoersmaatschappij De Lijn. Die krijgt van u jaarlijks een riante subsidie van 900 miljoen euro. De Lijn haalt slechts 12% van haar inkomsten uit de verkoop van tickets en abonnementen. In geen enkel ander land liggen de subsidies per hoofd zo hoog. Indien De Lijn zou instaan voor 40% van haar inkomsten, zoals bijvoorbeeld in Nederland het geval is en zoals meneer Peumans ook nog enkele weken of maanden geleden voorstelde, dan zou dit een vermindering van de dotatie met 300 miljoen euro inhouden. U miste tevens de unieke kans om de provincies als beleidsniveau af te schaffen, om de politieke zelfbediening in de intercommunales af te schaffen of om het gestage ritme van de vergrijzing het ambtenarenapparaat af te bouwen. Deze maatregelen hadden binnen deze legislatuur 1,5 tot 2 miljard euro structurele besparingen kunnen opleveren. Voor elke twee ambtenaren die vertrekken, mocht er één nieuwe worden aangenomen. Zo luidde het nog in uw VOCA-memorandum, minister Muiters, het kan verkeren. Dit zijn slechts twee voorbeelden die aantonen dat u veel verder had kunnen gaan en ook veel verder had moeten gaan. Hallucinant is ook dat deze Vlaamse regering de nodige besparingen ten dele wil realiseren via eenmalige maatregelen ten bedrage van 500 miljoen euro. Voor CD&V waren de eenmalige maatregelen in oppositietijden de grote schandvlek op de sprookjesbegrotingen van Paars. Nooit zou CD&V zich verlagen tot dergelijke praktijken. 500 miljoen euro aan eenmalige maatregelen
is voor LDD te veel om van een geloofwaardige begrotingsaanpak te kunnen spreken.